Hallo, ik ben Lois. Mogen wij u iets vragen over de krimp? Natuurlijk. Hoe lang woont u hier al? Vanaf maart. En hoe lang woont u al in Appingedam? 50 jaar. Vindt u het leuk hier? Bevalt het u? Ja hoor, maar ik wil ook wel graag weer naar huis. En u woont ook thuis in Appingedam? Ja, daar is mijn man. Oké. Okay. Ja. Vindt u dat de bevolking hier ook krimpt? Hier zo? Ja, hier in Appingedam, in dit zandhuis. Ja, ja. Vindt u dat prettig dat er minder mensen zijn of juist niet zo prettig? Wat bedoel je? Vindt u het fijn dat er hier minder mensen zijn en dat het niet zo druk is? Of? Nou, soms is het wel druk hoor, hier op Zalvert. Dus u vindt het wel goed? Ja hoor, ja. Oké, okay. Bedankt voor het interview. Ach, leuk je meid. Mogen wij u iets vragen over de krimp? Ja, zeker mag dat. Heeft u er veel last van dat de bevolking krimpt? Op dit moment merken wij er nog niet zoveel van. Maar het is ook iets wat gaat gebeuren, hè? De komende jaren meer. Maar op dit moment nog niet zoveel. Dus de hoeveelheid mensen in het verzorgingstehuis blijft gewoon hetzelfde? Nou, op dit moment wel, alleen je hebt het over een verzorgingshuis, maar dit is een verpleeghuis. Dat bedoel ik. Dus er zit een beetje verschil tussen een verzorgingshuis en een verpleeghuis. Dus het blijft hier wel hetzelfde? Op dit moment wel. Ja. Okay. Vindt u het prettig hier werken? Ik werk er straks 27 jaar en het bevalt me heel goed. Is het hier ook druk? Het is hier wel druk. Ja, als het 's morgens begint, je hebt een hele dag dienst, je hebt de hele dag weer wel druk bezig. Ja. Dus je verveelt zich eigenlijk nooit hier? Nee, we vervelen hier ons niet. Ik ben meneer Vledderman. Oké. Merkt u er veel van hier in Zolwert dat de bevolking krimpt? Nee. Nee, dan gaan hier al denken. Hier komen mensen, maar er gaan ook steeds meer mensen weg. Maar dan tussen een paar plankjes. Is het niet druk? Nou, soms, ja. Maar dan van mensen die op bezoek komen. Dus het is niet zo heel erg druk als de gewoon mensen die hier wonen, zeg maar? Jawel, jawel. Maar de meeste mensen die liggen hier, hè? Die blijven liggen. Die kunnen zich ook niet vervoeren. Die hebben geen kar om weg te komen. Die moet die zuster zuigen. Vindt u het leuk hier? Nee, absoluut niet. Ik heb niks te klagen, zo niet. Maar ik ben liever thuis. Oké, okay. Zijn er genoeg recreaties? Nou, op het moment staat er allemaal stil. Want het is zomertijd en mensen zijn met vakantie. Die dat organiseren. Die zijn nou weg en in september begint de boel begint weer te draaien. En dan is er genoeg te doen. Vindt u die altijd even leuk of zegt u ook wel, nou dat vind ik eigenlijk niet zo leuk? Nou, de meeste dingen ga ik niet heen. Dat is niks voor mij. Volksdansen met klompjes aan en zo. Dat is, nee. Dat is niks voor mij. Kijk, dat is een hele leuke dame die daar loopt. Hoe was het vroeger met vergeleken nu? Ja, over vroeger, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik zit hier nog maar vijf jaar. Dus wat er vroeger gebeurde, dat weet ik niet. En in de stad Appingedam dan? Dat is verschrikkelijk. Dat is allemaal leegloop. Vroeger waren er hele leuke winkels, maar er zijn heel veel winkels leeg. Heeft u daar heel erg last van? Ja. Ja, waar ik vroeger in Appingedam kon kopen, daar kan ik nou niet meer kopen. Oké. Okay. En vindt u het lastig dat de winkels weg zijn? Ja, daar heb ik heel veel last van. Maar dan zeg je, ik wil een nieuwe televisie kopen. Ik heb geen keus. Want er is maar één televisiewinkel hier. Dus dat is niks. U wilt een televisie graag kopen. Moet u dan iemand anders een televisie laten kopen? Bijvoorbeeld iemand naar de stad Groningen moet gaan? Nee, dan ga ik zelf naar de stad Groningen, want er is hier een busje. Die kun je naar Groningen brengen
En dan kun je daar winkelen. In, dat is wel heel lastig. In Appingedam krimpt het. Krimpt het ook om de omgeving? Geen idee. Dan moet je bij die meneer weten, want die woont niet in Appingedam. Oké. Okay. Heeft u... Oh nee. Heeft u veel last van de krimp? Van de krimp? Ik heb nergens geen last van. Ja, de krimp wel. Ik bedoel, kijk, ik word steeds korter. En dan is het een stukje af. Ja, en dan kwam er weer een stukje af. Op een gegeven moment blijft er alleen maar een hompje over. Ik heb het over de krimp van de winkels en de bevolking. De winkel, ja, ik kijk, hier gaat een stukje af, maar hier ook, hè. Ja. Ja, op een gegeven moment dan laat je alles los. Dan ben je helemaal niet lekker eigenlijk. Dit was het interview op Solbert. We hebben heel veel leuke mensen geïnterviewd. Sommigen waren blij, sommigen waren wat minder blij. Maar voor ons was het heel leuk om te doen.